Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks bespreken we belangrijke elementen van het internationaal recht met in deze video de internationale rechtsbronnen. Het eerste wat belangrijk is om te weten bij internationale rechtsbronnen is dat de internationale gemeenschap geen wetgevend orgaan heeft die het geheel van regels vaststelt voor alle staten. Dit in tegenstelling tot de staten zelf. Die hebben uiteraard wel een nationaal wetgevend orgaan. Regering, een volksvertegenwoordiging die wetten schrijven voor de burgers binnen de staat. Bij het internationaal recht werkt dat anders. Wetgeving, zoals verordeningen van internationale of supranationale organisaties, worden bij internationaal recht vaak geschreven door afgevaardigden van staten die samen in een raad of algemene vergadering plaatsnemen. Deze wetgeving geldt dan vervolgens in beginsel alleen voor de staten. Die vooraf hebben ingestemd met deze regels. Omdat het internationaal recht dus geen centraal wetgevend orgaan heeft die alles kan bepalen, maakt het internationaal recht erg complex. Ook op het gebied van rechtsbronnen ontbreekt de gezaghebbende opzomming. De rechtsbronnen van internationaal recht kunnen we echter wel herleiden uit verdragen of vanuit de praktijk. De belangrijkste rechtsbronnen van internationaal recht zijn gewoonterecht, verdragen besluiten van internationale organisaties, algemene rechtsbeginselen en beleidheid. De rechtsbron beleidheid is van toepassing in concrete gevallen wanneer rechtvaardigheid en redelijkheid belangrijke toetsstenen zijn, vaak bij grensafscheidingen en eenzijdige rechtshandelingen. Dat is als handelingen leiden tot rechtsgevolgen. We gaan even inzoomen op bepaalde rechtsbronnen. Ten eerste het gewoonterecht. Gewoonterecht zijn gedragingen van staten waar anderen op kunnen vertrouwen dat de staten dat gedrag uitvoeren. Gewoonterecht is daarmee een bindend element in de internationale organisatie. Er is sprake van gewoonterecht als er aan twee eisen is voldaan: de algemene praktijk, dus als staten zich gedurende een periode op een bepaalde wijze gedragen, en de omvangrijk. Dat betekent dat het voor het gewoonterecht belangrijk is. Dat een bepaalde gedraging ook uniform of omvangrijk wordt uitgedraagd. De gedraging is dan als het ware virtually uniform. Dat betekent dat de gewoonteregel consistent moet zijn. De gedraging moet steeds op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Denk aan de term constant, dus voorspelbaar. Met omvangrijk wordt bedoeld dat het gewoonterecht door relatief veel staten moet worden gevolgd. Het tweede punt is de rechtsovertuiging. Dat betekent dat zij ervan overtuigd moeten zijn dat deze gedraging wordt geduld door anderen. Dit wordt ook wel opinio-juris genoemd. Dit is trouwens een subjectief element. Het is niet zo makkelijk waar te nemen. De eerste daarentegen is tussen staten in beginsel bindend. Er zijn echter wel uitzonderingen, waarbij beperkte vormen van gewoonterecht bestaan, en dat is het regionaal gewoonterecht. Als een gewoonte niet wereldwijd maar regionaal van toepassing is. Bijvoorbeeld de persistent objector. Dat is als een staat aangeeft een regel van gewoonterecht niet te aanvaarden en bilaterale rechtsbetrekkingen. Dat is als bijvoorbeeld het gewoonterecht gewijzigd wordt. Dit kan voor verwarring zorgen, waardoor staten een bilaterale rechtsbetrekking hebben met elkaar, zodat ze meer zekerheid krijgen. Dan de verdragen. Dat zijn overeenkomsten tussen partijen. Hier heb ik een aparte video over gemaakt. Al het internationaal recht wat afkomstig is van verdragen wordt verdragenrecht genoemd. Dan de besluiten van internationale organisaties. Hierbij worden er dus niet zoals bij verdragen afspraken gemaakt tussen staten, maar is het de internationale organisatie zelf die besluiten maakt en regels stelt. De staat bepaalt zelf in en hoe besluiten van internationale organisaties doorgang krijgen in de nationale rechtsorde. Er kan sprake zijn van een monistisch of dualistisch stelsel. Zie de video Monisme en Dualisme. Nederland is een gematigd monistisch stelsel. Dat betekent dat instemming van het parlement vereist is en dat bekendmaking van belang is voordat het besluit intreedt. Internationale organisaties kunnen zowel bindende als niet bindende besluiten geven. Dit is afhankelijk van het soort organisatie. De EU kan bijvoorbeeld bindende verordeningen schrijven of niet bindende adviezen geven. Besluiten van internationale organisaties kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld via unanimiteit. Daarbij stemmen de leden van de organisatie. Bij consensus. Hierbij verzetten leden zich niet. Een andere optie is een meerderheidsstemming of tweederde meerderheidsstemming. Ook is er de opt-out-procedure. Daarbij neemt de organisatie een besluit, tenzij er een formeel bezwaar komt van lidstaten. Dan de algemene rechtsbeginselen. Er zijn vier typen. De eerste zijn beginselen die gelinkt worden aan het concept rechts, zoals gelijkheid en goede trouw. En de tweede zijn gelinkt aan rechtvaardigheid of menselijkheid. De derde zijn gelinkt aan nationale rechtssystemen die worden overgeplaatst naar de internationale rechtsorde. En het vierde en laatste type zijn beginselen van internationaal recht. De algemene rechtsbeginselen kunnen dus ook overlappen met gewoonterecht of nationale rechtsbeginselen. Dat waren de belangrijkste rechtsbronnen. We hebben nog een aantal andere elementen niet besproken die wel van belang zijn om het internationaal recht goed te begrijpen, zoals beslissingen van rechterlijke instanties. Deze spelen ook een rol, ook al zijn ze formeel geen bron van internationaal recht. Uitspraken van het internationaal gerechtshof zijn namelijk slechts bindend voor het concrete geschil. Andere elementen die we niet mogen vergeten zijn de zogenaamde soft law. Dit zijn regels die niet uit een formele rechtsbron komen. Bepaalde documenten kunnen soms wel juridisch relevant zijn, bijvoorbeeld om gewoonterecht in te kleuren. De term soft law is niet helemaal correct, omdat ze niet als recht kunnen worden beschouwd. Dan hebben we ook nog de samenloop van rechtsbronnen, als bronnen tegelijkertijd van toepassing zijn, het zogenaamde parallelisme tussen regels uit diverse bronnen. Ook kunnen overlappende rechtsbronnen uiteraard in conflict komen met elkaar. En de laatste die je als rechtsbron zou kunnen zien, is de betekenis van nationaal recht in het internationale rechtsorde. Hierbij zijn een aantal dingen van belang. Ten eerste verwijst internationaal recht soms naar het nationaal recht. En verder is het mogelijk dat internationaal rechters het nationaal recht te raden gaan als het internationaal recht zelf geen oplossing heeft voor de zaak. Het nationaal recht kan dus ook een rol spelen om internationaal recht aan te vullen. Kortom, internationaal recht is enorm complex en bestaat uit meerdere rechtsbronnen. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.